Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Zo, nou het is vandaag zondag en gisteren ben ik weer op pad geweest. En even een aankondigingsvideo, jullie zien het ook al in de tekst, zien jullie het al van deze video. Er komt weer een première vlog komt er weer, want ik ben gisteren op pad geweest. Momenteel voel ik me niet zo lekker. Ik ben dood op en ik heb pijn in mijn hoofd. Echt niet normaal. Ik heb ook weer die benauwdheid heb ik weer en ik heb hoofdpijn. Ik voel me eigenlijk echt niet zo lekker. Dus ik ben benieuwd hoe het morgen gaat. Ik moet morgen gewoon weer werken. Maar ja, als ik me eigenlijk niet zo lekker voel, ja, dan houdt het. Ja, dat houdt gewoon niet op. Het schiet gewoon niet op. Dus ik ga nu hem zo neerleggen. En dan ga ik nog eventjes lekker op de bank lekker televisie kijken. Deze video nog even snel uploaden. En dan ga ik lekker op de bank lekker televisie kijken. Ja, ik ben echt een beetje. Ik word oud, jongens. Ik word oud. Normaal ging ik altijd de hele zaterdag op pad. En dan was het gewoon vandaag lekker relaxen. En dan. Gewoon lekker relax doen. Maar ik voel me echt beroerd, voel ik me eigen. Dus ik ben ook bijna nooit ziek. En het hangt ook wel een beetje in de lucht, hè. Dus in ieder geval, morgen dus weer een video, jongens, op mijn kanaal. Eigenlijk weer een première. En het is buiten opgenomen, dus de eerste buitenvlog van 2023. Zo, wat heeft dat lang geduurd, zeg, hé. Hey. Ik ben natuurlijk al die tijd ben ik niet naar buiten geweest om te vloggen. Dus ja, de eerste buitenvlog van 2023 is een feit gelukkig. Het heeft even een tijdje geduurd eventjes. Maar dan heb je ook wat. Het was echt een hele leuke dag was het. In ieder geval wil ik bedanken. Ja, als ik nu mensen ga bedanken, dan weten jullie ook al een klein beetje wat voor vlog het gaat worden. Maar ik wil in ieder geval Ger en Ricardo, want daar ben ik gisteren mee op pad geweest, wil ik bedanken. Want het was echt een hele toffe, gezellige avond. Ik heb het weer echt ouderwets naar mijn zin gehad. Het was ook echt wel weer een tijd geleden dat ik Ricardo en Ger gezien heb. Ja, de wintermaanden, dan kom je toch niet zo gauw buiten. Blijf je lekker binnen omdat het koud is en zo. Ik had Ricard echt al. Ik denk de laatste keer dat ik Ricard en Ger gezien heb, dat was in. Ik denk oktober, november of zo, denk ik. En we zijn gisteren weer op pad geweest. En het was echt weer een gezellige avond. Dus ik weet nog niet precies wanneer die vlog online komt. Ik denk en hoop. Morgen of overmorgen. Of anders woensdag. Ik denk maandag of dinsdag, denk ik. Het kan ook woensdag zijn. Dan komt de vlog in première. Dus hou het kanaal weer even in de gaten, jongens. Want er komt weer een hele leuke video op mijn kanaal. Dus stay tuned. Ik ga hem neerleggen, want ik wil er niet een al te lange vlog van maken. Ik voel me eigenlijk ook niet zo echt heel erg denderend. En dit moet ik ook allemaal weer editen. Dus ik ga hem neerleggen. Jongens, bedankt voor het kijken. Hou het kanaal dus in de gaten. Binnenkort weer een première video op mijn kanaal. Maandag, dinsdag, misschien woensdag komt er weer een nieuwe video. En dan kunnen jullie zien waar ik gisteren geweest ben. Bedankt al voor het kijken. Groetjes van deze kant. Tot de volgende. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Vergeet het duimpje omhoog niet. En het belletje als je net geabonneerd bent. Voor de notificaties. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Oh, moet het wel in beeld doen. Hoi hoi. Lerenkast open, twijfel of je Gucci of Lacoste pak. Ik kan hem klippen in een Gucci of Lacoste pak. Want ik ben boef gehad, die jongen waar ze over praten. Zo high, maar ik doe geen telefoonreclames. Je maakt gewoon reclame. Ik heb flows voor haters, mij steeds ziek. Holla me, heb ik het overvaren. SO Dreddies die blokken laten overvaren. 3 shows op een avond, meisje, je van zoetjes haasten. Heb het...